De polykliniek van de regionale gezondheidsdienst RGD, de Kwarasang, is gisteren afgebrand. Terwijl de RGD bezig is met het gezond maken van de organisatie, krijgt het te maken met deze zware tegenslag, meldde communicatiedienst Suriname in een persbericht. De bovenste verdieping van de poly is volledig afgebrand. De oorzaak is vooralsnog onbekend. Boven in het pand was de dochterswoning gevestigd, welke niet meer operationeel was. Een teneergeslagen voorzitter van het stichtingsbestuur, Fayaz Sharman, zegt tegenover de CDS dat het gebouw voor 90% is afgebrand. Sharman heeft zich ter plekke georiënteerd en benadrukt dat de dienstverlening gegarandeerd blijft. Cliënten kunnen bij andere RGD-polyklinieken in het resort terecht voor consultatie en medische zorg. Aldus Sharman.